Bijen zijn bijzonder belangrijk in en voor de natuur. Ze helpen ons meer dan we denken, zegt imker Fabian Isaias. Onze redactie sprak hem vandaag in verband met Wereldbijendag, die jaarlijks op 20 mei wordt herdacht. De imker die lokaal honing produceert, zegt dat bijen eerder onze vriend zijn dan onze vijand. Bijen zijn belangrijk omdat bijen bestuiven. En wat bestuiven ze? Ze bestuiven eigenlijk bijna alle planten, de boomsoorten. Als we kijken naar onze mangrovebos, als we kijken naar wat we eten, groenten, fruit. Dus denk maar aan antroa, boulanger, tomaten, peper. Denk maar aan onze parwabomen, denk maar aan onze druivenbomen. Die worden allemaal bestoven door bijen. En waarom bestuiven ze? Is omdat ze eigenlijk daar hun voeding vandaan halen. Dus ze halen stuifmeel vandaar, ze halen nectar vandaar. Wat ze weer nodig hebben als voedsel voor zichzelf. Isaias zegt verder dat het van belang is dat bepaalde boomsoorten behouden worden. Gezien eraan houtkap wordt gedaan en veel parwa- en mangrovebossen worden omgehakt, vormen wij als mens een bedreiging voor bijen. In Suriname is de dreiging volgens Isaias nog niet zo groot. Ook bepaalde boomsoorten en andere plantensoorten die zijn ook bedreigd, waardoor de bij natuurlijk heel moeilijk kan komen aan zijn voeding. In Suriname is dat gelukkig nog niet het geval. Maar ja, we moeten wel proberen om zeker wat we nu hebben te proberen te behouden. Want als de bij geen toegang meer heeft tot voeding, dan zal ook voor de mens zal dat een dreiging worden. Dus als zij bedreigd zijn, moeten we ook een beetje bang worden voor onszelf. De bij draagt juist iets toe aan de natuur door zijn bestuiving. Dus als je dus inderdaad ervoor kan zorgen dat je door de bij meer groenten, meer fruit hebt, meer mangrovebossen en daardoor voor de mensen die in deze sector zitten, maar ook in de landbouw, de agrarsector, dat het een goede bijdrage kan zijn voor het een verdienste voor Suriname, maar zeker ook voor de ontwikkeling van wij als mensen, snap je? De imker zegt dat het belangrijk is dat mensen zich laten informeren over de rol van bijen in de gemeenschap. Dat deze dieren vaak als vijand worden gezien, moet niet maken dat mensen niet bewust zijn van de rol die ze innemen in de wereld.